Hey, hallo, lieve volgers en sympathisanten van de Korinthe Tempel. Daar zijn we weer. Ik ben Rachel, naast mij zit Jos. Wij zijn de Korinthe Tempelridders en vanuit onze mooie studio, de Korinthe Tempel, on the corner, nummer 30 in Rotterdam, gaan wij zo meteen een ontspannen klankbad geven. Deze week, weekend is bijna om, morgen begint weer een nieuwe week. Dus dit is een heel fijn, ontspannen klankbad om het weekend goed af te sluiten en ook een nieuwe week goed te beginnen. Wij gaan gebruik maken van de tempelklok en Shorty speelt op de inheemse fluit. En deze beide klankinstrumenten hebben het thema van de derde chakra. Of beter gezegd, die zijn afgestemd op of symboliseren. Geven weer de derde chakra, dat is de zonnevlechtchakra. En ja, de lente is inmiddels begonnen. En deze derde chakra, die is daar heel essentieel voor, want de derde chakra die staat voor wilskracht, onafhankelijkheid, zelfstandig zijn, de willpower en de wil om goede ideeën om te zetten in acties en daden. En het nieuwe seizoen dat net begonnen is, de lente, die symboliseert ook inderdaad het omzetten van nieuwe ideeën naar acties. Dus het bedenken van die nieuwe ideeën en die vervolgens dan uit te voeren. Lente symboliseert een nieuw begin, afsluiten van het oude en een aanvang of een start maken van het nieuwe. Dus vandaar onze keuze voor de klankinstrumenten die horen bij de derde chakra. Ik zou zeggen, ga lekker ontspannen zitten of liggen en geniet van het klankbad.
dat jullie genoten hebben van ons klankpad. Ik zou zeggen, hou onze pagina in de gaten, want we zullen regelmatig klankwaarden posten. En ook één keer in de week is de intentie, yogalessen. Dus ik zou zeggen, hou de pagina goed in de gaten, de pagina van de Korinthe Tempel. Nou, dat was het voor deze keer. Wij zijn Jos en Rachel, de Korinthe Tempel Ridders. En wij groeten jullie met namaste. Omdat het licht in ons, het licht in jullie allemaal groet. Tot de volgende keer.